Yo, iedereen. Ik wil je even mededelen. Als je wilt genezen van droge ogen, wat dat je moet eten en wat je niet moet eten. Ik ga eerst over de dingen gaan waar je niet moet eten. En dit zijn granen, alle soorten graan, brood, koekjes, alles. Tweede, eieren, ook niet eten. Wat nog? Melk, ja, melk. Melk, soja. Soja ook niet eten. Wat nog? Want dat is spijtig. Ja. Ja, chocola, zulke dingen allemaal. Ja, gewoon. Wat je wel wil eten is fruit, groenten. Maar best bio. Bio. Dat is heel belangrijk. Ja, fruit, groenten, veel patatten. Ik eet 2 kilo patatten per dag. Omdat ik geen graan eet. Avocado's, ja, niet te veel avocado's, eentje per dag. Vlees mag je ook eten, maar gewoon vlees, niet met kruiden of zoet wat op, gewoon clean. Oké. Voor te bakken zou ik lekker olijfolie gebruiken, of kokosolie mag kiezen. Ik het beste lekker olijfolie. Wat nog? Ja, veel sla, seldersap, ja. Celery juice of komkommersap kan je ook, of kokoswater. Dus dat is echt heel goed. Zeker 's morgens, celery juice, echt heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, en achterlijk, ik kan echt een heel erge situatie van zo'n droge ogen. Dat noemde meibomklierdysfunctie. En ja, dat waren lekker kleine bubbeltjes hier en zo, dat zo vormde. En ja, dat. Klokt lekker je poriën of zo, waar dat er zo een vettige dingetje over je ogen, wat dat te beschermen, dat dat niet uitdroogt je ogen. En dat was helemaal verstopt bij mij. En dat zei dat dat nooit meer wegging. Dus ik, what fuck. En ze geven hun oordruppels, een beetje zo'n ding, maar dat helpt nooit. Dus dan ben ik anders beginnen eten met die gluten. Geen gluten en al, niks eten. Heel clean, alleen heel clean eten. Lekker hun fruit, groenten. En vlees, en dat is het eigenlijk, maar echt heel clean en veel groenten heen. Like seldersap, dat is echt maar een soort seldersap. Ja, al die dingen beneden en dan achterlijk. Ze zeggen, like minder dan een maand of zo, begon het echt like, al massa's te verbeteren. En dan achter 2 maanden of zo was het helemaal weg. Like, no joke, echt waar. Dus als je wil genieten van meibomklierdysfunctie, zou ik dat zeker een keer proberen. En ik zie zeer dat het gaat helpen. Als je nog meer vragen hebt, kan altijd antwoorden. Moet maar een berichtje sturen of zo, als je vragen hebt. Oké? Okay? Dus ja, ik wil dan even meedoen voor de mensen die dat ook hebben, die dat willen genezen. Dus ja. De laatste tijd heb ik. Wacht even, de laatste tijd heb ik een beetje zo weer graan gegeten. Voor te zien dat ik dat weer kan eten of zo. Maar. Nee, vanaf dat ik dat eet, komt het terug. Dus bij mij, ik kan geen graan eten of melk of zo'n ding. Ja, dus ja. Gewoon heel gezond eten. En dus, ofwel is het heel gezond eten en niet die dingen hebben. Ofwel is het shitty en die dingen hebben. Dus jouw keuze. Oké, okay, maar ja, ik kon dat even meedelen. Oké. Okay.